Okay, here we go. Onze samenleving digitaliseert. Dit biedt veel kansen, maar roept ook veel vragen op. Autoritair persoonsgegevens bijvoorbeeld. Die kampen al een hele tijd met heel veel tekorten. Financiële tekorten, gewoon mankracht, te weinig. Het is alsof je wijken bijbouwt, maar niet de brandweer erbij in die wijken zet. Ja, oh ja, dat is... Dus, ja. Oké, gaat ie. Afgelopen jaren zaten er best wel mensen met kennis van ICT. En het probleem is volgens mij niet dat de kennis er niet is. Maar wat doe je met die kennis? He, de kennis zit wel bij, maar wij een hele kleine club mensen. Tuurlijk, digibetocratie. We hebben het allemaal gehoord met Arjen Lubach's mega-retoriek. Allemaal. Ja, allemaal. Maar het meest? Welke het meest? Digitale inburgering lijkt me wat, maar dat gaat uit van heel erg een nu-situatie. Maar digitaal burgerschap is meer een soort van toekomstproof misschien. Ja, ja, precies. Wat meer lange termijn gedacht. Algoritmen de stem van burgers te laten bepalen. Yes, dat wordt het. Met potlood en papier te blijven. Bij de vierde. Ik zou zeggen, laten we gewoon stoppen met zelf nadenken. Dat willen we allemaal. Heel vermoeiend. Potlood en papier is ook een technologie, hè? Dat is ook gewoon... Zeker, en dat maar is te ik hacken. Denk, misschien dat het interessant is om te kijken, wat kost het meeste energie? Pen en papier, hè, al die bomen, of al die computers op elektriciteit laten draaien? Dus er zit iets heel arbitrairs in op het moment dat, in elk geval, dat die techbedrijven zelf die grens mogen aanleggen. Maar ja, op het moment dat je dat bij een overheid legt, weet ik ook niet of je wil dat die mogen zeggen, dit is waar en dit is niet waar. Ja. Als overheden of techbedrijven gaan bepalen wat door mag gaan voor desinformatie en wat niet. Een soort glijdende schaal. Ja. Ik denk een beetje enge ontwikkeling. Ja. Afvallen, dus alleen de vierde en de derde en de vierde blijven een beetje over voor mij of zo. Dus dat is transparantie of desinformatie tegengaan. Maar hoe ga je desinformatie tegen? Dat is dus heel, heel lastig. Ja, ik ben voor de vierde. Want het is sowieso, zolang zeg maar discriminatie niet in de analoge wereld is opgelost, blijft data altijd de discriminatie herproduceren die er bestaat van de fysieke wereld. Dus zolang we dat in de samenleving niet hebben opgelost, gaan digitale systemen dat ook niet oplossen. Niet.